harte welkom bij mijn presentatie over industrieel bouwen in binnenstedelijk gebied. Mijn naam is Gerard Wittebol, ik ben adviseur bouwconcepten en in die hoedanigheid adviseer ik en informeer ik marktpartijen en met name ingenieursbureaus en zelfontwikkelende aannemers over de innovaties en mogelijkheden van knaalplaatvloeren. En dat is iets wat ik u in de komende presentatie iets meer over wil vertellen. Waarom industrieel bouwen in binnenstedelijk gebied? En met name het binnenstedelijke, dat is iets wat de komende jaren heel veel aandacht zal gaan vragen. De bouwlocaties die voorhanden zijn in de komende jaren zullen zich vooral bevinden in het binnenstedelijke gebied. En het binnenstedelijke gebied vraagt over het algemeen om andere bouwsystemen als wat we traditioneel gewend zijn. En waarom industrieel? Industriële oplossingen kenmerken zich door herhaalbaarheid. Het levert over het algemeen heel weinig op om elke keer voor een bepaald project het wiel proberen opnieuw uit te vinden. Het is juist de kunst om bewezen oplossingen zoveel mogelijk ook voor nieuwe projecten in te zetten. En daar waar op dit moment de meeste bouwvraag is, is het over het algemeen heel erg lastig bouwen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat binnenstedelijk bouwen over het algemeen gekenmerkt door weinig ruimte. Vaak is het zo dat de bouwlocatie die ter beschikking staat ongeveer net zo groot is als het te realiseren project. Dus dat vraagt om oplossingen die in de omgeving van dat project weinig overlast zullen veroorzaken. En daarnaast hebben we te maken met waarom vinden we nou in dat soort locaties binnenstedelijk zoveel bouwactiviteiten plaats. Dat heeft heel te sterk te maken met groei en krimp in ons land. En er zijn heel veel regio's die zich kenmerken door krimp. En met name bouwlocaties bevinden zich in regio's rondom de grote steden en in de Randstad. En de prognose is dat tot 2034, zegt deze kernprognose, dat ons inwonersaantal zal stijgen tot rond de 18 miljoen. Dus wat dat betreft hebben we nog wel wat te gaan. En verder is het zo dat bouwactiviteiten met name zich concentreren in binnenstedelijke gebieden. En deze sheet geeft dat aardig weer, dat met name de grootste dichtheid van onze bevolking zich bevindt in de Randstad en rondom de grote steden. Daarnaast hebben we te maken met een sterk veranderende groei in de gebouwde omgeving. We hebben te maken met vergrijzing. Recent las ik een artikel over vermogende mensen die op zoek zijn naar nieuwe bouwlocaties, maar niet in grondgebonden situaties, maar met name naar appartementen van voldoende omvang. En die blijken er onvoldoende te zijn. Dus met name de vraag naar gestapelde woningbouw is zeker aan de orde. Daarnaast is er een trend gaande dat we in Nederland steeds meer te maken krijgen met eenpersoonshuishoudens. En ook deze prognose laat zien dat tot met 2050, en dat lijkt nog een heel eind weg, maar dat daarmee het aantal eenpersoonshuishoudens met orde van grootte 1 miljoen zal gaan stijgen. En dat is best veel. Bouwen in steden is lastig en dat heeft vooral te maken met het feit dat de beschikbare bouwgrond in steden heel erg schaars is en daarmee dus uiteraard ook duur. En dat betekent dat we met ontwikkelende projecten de hoogte in zullen moeten. En dan vaak in combinatie met commerciële ruimtes onder in het gebouw en wonen daarboven of eventueel kantoren beneden en daarboven wonen, dat soort vermenging van functies zullen we in de komende jaren steeds meer zien. De foto die daar staat geeft dat heel mooi weer. Een project wat wij gerealiseerd hebben in Delft, waarbij onder een winkelcentrum zit en daarboven een appartementencomplex. En alle
complexen die we met elkaar realiseren, zullen uiteraard betaalbaar moeten zijn. En dat wijst ook in de richting van bouwsystemen die de betaalbaarheid met name ook kunnen garanderen. En daarnaast de mogelijkheid bieden dat projecten die gerealiseerd zijn ook een zekere mate van aanpasbaarheid, CQ-flexibiliteit in zich hebben. En daarmee een concept creëren wat duurzaamheid in zich heeft. Zoals gezegd, bouwen in binnenstedelijke situaties hebben we uiteraard te maken met de omgeving. En de omgeving zal heel sterk invloed hebben op het bouwsysteem wat daar gerealiseerd zal worden. Om geluidsoverlast, milieubelasting naar de omgeving en verkeersbewegingen die noodzakelijk zijn bij het realiseren van projecten zoveel mogelijk te beperken. En het zou aardig zijn als we tijdens bouwprojecten vaker een compliment zouden kunnen krijgen dat de bouwerij ongemerkt zijn voortgang heeft gevonden. Maar helaas is dat in de praktijk niet altijd waar. We zullen naar het bouwsystemen steeds naar slimmere bouwsystemen moeten en willen. En het is mijn stellige overtuiging dat dat bijna zonder prefab oplossingen niet haalbaar zal blijken te zijn. En wat ik hieraan wil toevoegen is wat VBI daaraan mogelijkheden biedt om hoogbouw te realiseren met gebruikmaking van de technieken die wij daarvoor beschikbaar hebben. En ik heb er een drietal uit geselecteerd. Dat heeft te maken met de mogelijkheid om met kanaalplaatvloeren te kunnen stapelen. Leidingwerk in vloeren op te kunnen nemen, want dat is vaak een argument om te kiezen voor bijvoorbeeld breedplaatachtige toepassingen. En de meest recente innovaties waar we aan werken is de mogelijkheid om balkons en galerijen op een droge manier aan dit soort vloersystemen te kunnen hangen. En de vraag is, hoe gaan we dat in de nabije toekomst realiseren? De eerste innovatie die we daarvoor al een aantal jaren geleden geïntroduceerd hebben, dat is het zogenaamde DSS-systeem van VBI, doorstapelsysteem. Een mogelijkheid om in kanaalplaten betonstaalwapering in de plaatkoppen mee te nemen, waardoor het mogelijk is om met dat soort vloeren te kunnen stapelen. En dat als tegenhanger van het detail wat daar links op het detail staat, waarbij na het leggen van de kanaalplaten eerst een deel aangestort moet worden. En juist het aanstorten vraagt bekistingen en vraagt ook verhardingstijd van de beton die daarvoor gebruikt wordt. En juist de toepassing van dat DSS-systeem, dat maakt het mogelijk om vrijwel droog door te kunnen stapelen. En met name de combinatie van het DSS-systeem met bijvoorbeeld sandwich-gevelelementen geeft heel veel mogelijkheden om binnenstedelijk en zelfs stijgerloos te kunnen bouwen. Daarnaast moet er uiteraard in gebouwen ook leidingwerk worden opgenomen. En juist leidingwerk kan heel erg sterk verstorend zijn op dat ruwbouwproces. Zelfs binnen gegoten constructies, tunnelbouw en ook in breedplaat zal tijdens dat ruwbouwproces installateurs gedeeltelijk werkzaamheden moeten verrichten voordat er gestort kan worden. En het grote voordeel van kanaalplaatvloeren is daarin dat in de kanaalplaatvloeren al sleuven gemaakt kunnen worden waar later installaties worden aangebracht, bij wijze van spreken in een droog en wind- en waterdicht casco. Dat biedt het grote voordeel dat die werkzaamheden in een arbotechnisch aantrekkelijke werkomgeving gerealiseerd kunnen worden. Aan de andere kant kan je de vraag stellen of wij met de cultuur die we in Nederland gewend zijn om installaties in de betonconstructie op te nemen, of dat wel zo'n gelukkige keuze is. En ik zie bijvoorbeeld in Engeland systemen waarbij drager en inbouw van elkaar gescheiden worden. En ik zou sterk voorstander willen zijn om installaties zoveel mogelijk gescheiden te houden van de hoofddraagconstructies. Want wij zijn in Nederland met elkaar in staat om betonconstructies te maken die wellicht 50 en misschien wel 100 jaar mee zouden kunnen gaan.
terwijl installaties orde van grootte na 20, 25 jaar aan vervanging toe zijn. Dus het is absoluut de moeite waard om te kijken naar systemen waarbij drager en inbouw van elkaar gescheiden worden. En de meeste recente innovatie waar VBI zich mee bezighoudt, heeft te maken met de mogelijkheid om aan constructies met kanaalplaatvloeren op een droge manier grote vrij uitkragende balkons te kunnen maken. In de huidige bouwcultuur is het zo dat hoogbouwconstructies heel vaak met breedplaat worden uitgevoerd. Maar onze stellige overtuiging is dat dat ook heel efficiënt met kanaalplaatvloeren kan gaan. En juist door deze innovatie is dat mogelijk geworden. En ik wil nu graag een filmpje laten zien waarin die toepassing geïllustreerd wordt. En dan kijk ik naar de techneut. Ja, daar komt hij. De kenmerken van dit systeem zijn het aanbrengen van balkons en galerijen gebeurt dus in principe nadat het complete casco in ruwbouw gerealiseerd is en kunnen daarna op een hele eenvoudige manier aan de betonconstructie worden opgehangen. Dat kan gebeuren zonder onderstempeling en direct vanuit de kraan kunnen de elementen aan de constructie gehangen worden. Dat geldt zowel voor balkons evenwijdig aan de overspanning, maar ook aan de kopse kant van het complex. En ook galerijen worden op diezelfde manier aan de constructie gehangen. Biedt hele grote voordelen in snelheid van bouw. En wat we met dat systeem ook bereiken, dat met name arbeidsgang, bijvoorbeeld het inbrengen van isokorven in het gebouw, nogal aan risico's onderhevig zijn en al dat soort risicodragende activiteiten worden met deze oplossing naar de fabriek gehaald, waardoor het voor de aannemer heel erg simpel en eenvoudig is om vloerplaten en randplaten te monteren en vervolgens op een heel eenvoudige wijze de balkons eraan te hangen. En nou blijft hij hangen. Het gaat niet gebeuren, geloof ik. Oh, nou maakt hij gelijk grote sprongen. Kijken of ik terug kan komen. Samengevat betekent dat bouwen met dit soort systemen de mogelijkheid biedt om constructies te maken die heel eenvoudig aanpasbaar zijn. En met kanaalplaten zijn we in staat om hele grote vrije overspanningen te maken. Overspanningen tot ruim 11 meter behoren tot de mogelijkheden. Het is zelfs mogelijk om bouwdelen uitwisselbaar te maken. Geldt ook voor bijvoorbeeld gevels. Met dit soort draagconstructies is het mogelijk om gevels relatief eenvoudig te kunnen vervangen door andere gevelsystemen die op dat moment de vraag van de consument in zich heeft. Met andere woorden, met kanaalplaatvloeren zijn wij in staat om duurzame oplossingen te maken in materiaalgebruik en in toepassing.
Dat was mijn presentatie. Als er nog vragen zijn, wij staan op de stand hiernaast. En zou ik je graag willen ontvangen om dat verder toe te lichten. Dank voor uw aandacht.